Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, dan worden sprookjes vaak voorgelezen. Dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze podcast, de niet zo serieuze sprookjes. Vandaag live vanuit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. En mijn speciale gast van vandaag, niemand minder dan William Boeva. Hallo. En William, we hebben een zeer speciale titel gekregen. Er was eens een poes, Zoef, die altijd jankte. En als er nog iets van dyslexie in komt, dan mag het. Ah, ja, goed, oké, we gaan eraan beginnen. Er was eens een poes en die heette Zoef en die jankte altijd. En terwijl ze jankte, riep ze altijd: mijn naam is Foes. Mijn naam is Foes en ik heb dyslexie. Oep, het zit er al in, zeg. Graag gedaan. Want ze las haar naam altijd af en ze kon niet goed lezen door haar dyslexie. En daardoor was ze altijd maar aan het janken. Klopt. Treurig omwille van haar gebrek. Ja, ze kon niet goed lezen door haar dyslexie, maar ook omdat ze een kat is. Ook omdat ze een kat is. Ja. En op een dag zei een andere kat, die anders heette... Die Vaas heette. Vaas... Maar zij zei altijd Zaaf. Ja, had ook dyslexie. Had ook dyslexie. En zei van, hey, weet je wat, misschien moeten we gewoon leren lezen. Als we leren lezen, dan gaan we misschien stoppen met janken en gaan we eindelijk gelukkig worden. Ja, maar Zoef zei, dat is goed, maar waar gaan wij leren lezen? Ah, wel, dat is een leuke zoektocht dat we kunnen ondernemen naar een plek die we kunnen zoeken waar we kunnen leren lezen. En ze begon heel, heel hard na te denken. Ondertussen bleef ze ook janken. Miauw, miauw. Maar dan... Wauw, wauw, miauw. Want ja, ze heeft dyslexie. Ja, ze heeft dyslexie. Dan heel jankt lastig. Ook fout. Maar ze besloten om eerst op café te gaan om daar iemand te zoeken die hen kon leren lezen. En zo gingen ze naar het kattencafé in het dorp. Ze zaten er aan de toog. Ze hadden al serieus wat gedronken en vroegen aan de barman, zeg... Barman, geef ons eens 2 lelkmus. Wat melkjes was, denk ik. Ja. Ik zei het toch, lekmus. Lekmus. En de cafébaas zei, maar er staat melk op onze kaart, niet lekmume. Kunnen jullie niet lezen? Nee, zei de pozen, wij kunnen niet lezen. En we maar we kunnen heel... wel raden dat jullie lekmius hebben. Ja, maar we zouden heel graag leren lezen. Is er een plek waar wij kunnen leren lezen? Wel, zei de barman, helemaal achteraan in het café zit Dirk. En Dirk is professor in de Nederlandse taal. Klopt, zei de barman nog eens sluiten. En als er iemand jullie kan leren lezen, is het Dirk wel. Dus de 2 katten, Zoef en Faz, gingen naar Dirk en zeiden... Hey, Dirk, kan je ons leren lezen? Ik ben Dirk, niet Dirk, zei Dat Dirk. Zei ik toch? Dirk! Jullie hebben niet alleen dyslexie waarschijnlijk, maar jullie kunnen ook eigenlijk niet goed praten. We veranderen ook constant van accent. Inderdaad. Ik kan jullie leren lezen op 1 voorwaarde. Dat als jullie kunnen lezen en ik heb jullie geholpen, dan... Dan moeten jullie elke dag de krant voorlezen voor al de kinderen van dit dorp. En stoppen met janken. En de katten zeiden ja, ja, ai, 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 zeiden de katten. Ai, ai, ai. En zo begon de eerste les van het lezen. En ze begonnen meteen met een prachtig boek, genaamd... Dat wisten ze niet, want ze konden het nog niet lezen. Ja. Dank u wel. En na 1 dag oefenen konden ze elk al 3-4 woordjes. Na 2 dagen konden ze de eerste zinnen. En na een half jaar oefenen... waren ze alles terug vergeten. Want een kat is gewoon niet slim, heeft een kort geheugen... Maar kan wel heel goed jouwen. En zo gebeurde dat katten die zelfs willen leren lezen het niet kunnen. Nee. En we ze alleen maar als huisdieren binnenhalen die eigenlijk voor niks anders goed zijn dan 's nachts te janken. En de deur te laten opendoen
om dan toch terug naar buiten te willen gaan. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat vraag ik mij ook af, Geron. Een poes kun je niet laten lezen. Maar sommige poezen kun je wel lip lezen. Ja, dat kwam van heel ver. Sorry. Slaap lekker.